wel volgens onofficiële bronnen de eerste Passamalam plaatsvond. En die Passamalam die was georganiseerd zodat de lokale bevolking in contact kon treden met de witte bevolking. En dat is ook precies het doel van de Passamalam Fusion. We zien hier heel veel verschillende culturen. We hebben de Antilliaanse cultuur, we hebben de Indonesische cultuur, we hebben Italiaanse koffie. We hebben heel veel verschillende culturen die bij elkaar komen. En daar zijn wij als gemeente Den Helder ook enorm trots op. Nou, de oorsprong van de Passamalam die ligt al 28 jaar terug. Toen was mijn moeder zeg maar, actief betrokken bij een Indonesische vereniging hier in Den Helder. Mede zowat vanaf de oprichting zo'n beetje. En mijn moeder is inmiddels wel al een aantal jaren overleden. En de Passamalam, die normaal ook in Den Helder is, wat altijd een fantastisch mooi evenement is. Die is helaas door corona en afgelopen jaar, ook, of dit jaar dan ook, zeg maar, door een gebrek aan accommodatie helaas niet doorgaan. En zo kwam eigenlijk het idee samen met mij en Fred Colley dat ze zeggen, nou, het zou zonde zijn. Waardoor gaan we niet toch nog snel wat organiseren dit najaar. Dus dat is eigenlijk zo ontstaan, maar wel in een nieuw jasje. Dat was eigenlijk de oorsprong en de gedachte van mijzelf om het ook weer een beetje misschien te verjongen. Dus genoeg aanloop? Op dit moment valt het me niet tegen eigenlijk, want het is net 12 uur open gegaan. En er zijn eigenlijk al een aantal mensen meteen binnen. En het mooie vind ik gewoon wat nu achter mij gebeurt, dat mensen elkaar ontmoeten, samenkomen. En dat is ook de hoofdmoot wat we willen eigenlijk ook. Ja. Dus het is voor herhaling vatbaar? Dat weten we natuurlijk op het eind. Voor ons is sowieso de start was al heel belangrijk. En we hopen in ieder geval dat iedereen die hier is, die geniet, weer denkt van hé, wat leuk. Wat een leuk initiatief om vooral veel culturen samen te brengen. En dat is ook mijn oorsprong ligt oorspronkelijk half Indisch. Maar ik vind het ook leuk dat mensen uit Afrika, Colombia, Ecuador, Suriname, Indonesië, dat eigenlijk veel mensen zich nu verbinden. En ja, dat was eigenlijk ook de hoofdmoot.